Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe aflevering van Achter de Schermen. En eigenlijk wel achter de schermen bij een heel bijzonder project, namelijk C-Lab. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Lianne. Wij doen samen mee aan C-Lab. En zullen gewoon lekker gaan praten over dit hele avontuur. Ja, is helemaal goed. Ja. Wil je jezelf kort introduceren? Ja, nou ja, ik ben Lianne van der Lakke. Ik ben 19 jaar en ik zit op het MBO Life Sciences. Daar doe ik de richting chemie. En dan zit ik in het laatste jaar. Hartstikke leuk. We zitten hier eigenlijk ook echt met een hele groep. Hè? Allerlei studenten van meerdere opleidingen. En, Verschillende scholen, verschillende richtingen. Ja. Hele verschillende mensen lopen hier eigenlijk rond. En eigenlijk gewoon op de Waddenzee. Hoe vet is dat? Ja, dat is toch wel echt heel cool. Op een prachtige clipper genaamd De Grote Beer. Ja. Ja, het concept van deze podcast is eigenlijk buiten. Dus daar doen we helemaal goed aan. Ja. En, ik dacht, we moeten even een plekje op het schip hebben. Want uit de wind, want het waait goed hard. Hoge golven. Ja, het waait behoorlijk. Ja. Ja, we zijn nu onderweg naar de Schelling. Ja. Dat hele avontuur begon zondag. Ja. Hoe ging jij erin? Nou ja, best wel heel open-minded. We kwamen zondagavond, moesten we om 7:30 in Harlingen zijn. Nou ja, en daar zou het avontuur dan beginnen. En nou ja, we wisten al een beetje wat we gingen doen. We gingen met de boot leren zeilen en kregen verschillende activiteiten. Nou ja, en eigenlijk keek ik er wel heel erg naar uit. Het was natuurlijk wel een beetje spannend, want je gaat met een groep mensen weg die je eigenlijk niet zo goed kent. Want niemand van mijn klas ging erheen. Nou, ik ken dan eentje via ken ik dat die dit wel ging doen. Maar daar kwam ik ook eens achter toen ik hier was. Maar, dat is altijd leuk. Ja, dat is altijd wel grappig. Ja, tof. Dus dit is je eerste reis ook, hè? Ja, wel van zo'n projectachtig iets. Ja, ik zat op school wel in de introcommissie. Dus er zijn wel ook wel weken naar Ameland geweest en zo. Maar dat is toch iets heel anders dan dit. Oh ja. Ja, want ik hoorde dat dit alweer de vierde editie is van C-Lab. Ja. Dus het is al een tijdje gaande. En eigenlijk, ik hoorde ook pas last minute hierover. En ik stond eigenlijk op de boot naar Vlieland. Toen belde Gabrielle mij. Iemand van Claim Your Future, daar zit ik ook bij. En, toen was het van, hey Jordan, wil je mee? En, En dat is gewoon om alles op beeld te leggen. En... Ja. Maar dat is wel erg leuk. Eigenlijk het hele avontuur van C-Lab deze week vastleggen. Er komen een paar interviews, die gaan we vanmiddag opnemen. Nou, eigenlijk zou je zo spat wat water op. Ja, hoe noemen we dat? Er komt een... Het wordt een soort van aftermovie met interviews en sfeerbeelden van de afgelopen week. En eigenlijk, mooie overgang, want ik heb een aantal vragen. Die ik ook tijdens de interviews ga stellen. Misschien kunnen deze alvast een beetje oefenen. Oh, zo. Dus even kijken. Oh, dit zijn... Dus dat was het overzicht van de social media. Ja. Wel bijzonder, joh. Dat, eigenlijk, die sfeer op het schip is echt te gek, hè? Ja, het is echt heel erg toegankelijk. Ja. En eigenlijk praat iedereen gewoon met iedereen. En ook als we gaan ontbijten, dan zitten we in een zaal met z'n allen. Nou, het maakt eigenlijk ook niet uit waar je zit. Je kunt bij iedereen gaan zitten en iedereen is op praatje. Ja. En het zijn niet echt heel veel groepjes. Natuurlijk ga je met de ene meer om dan met de ander. Maar eigenlijk kan iedereen ook weer met iedereen. Ja. Want dat vond ik toch ook wel een beetje... Nou, was ik wel benieuwd naar toen ik op de boot stapte, zeg maar, hoe die samenwerking zou gaan. Want we kennen elkaar eigenlijk allemaal niet zo goed. Dus, ga je dan goed kunnen samenwerken? En zo'n schip, als je gaat zeilen, dan moet je ook wel... Ben je wel teamwork nodig, wil je dat schip goed vooruit krijgen. Dus ik was wel heel benieuwd hoe dat zou gaan. Maar dat gaat eigenlijk best verrassend goed. Ja, het was echt fantastisch. Ook die eerste dag dat we gingen zeilen. Ja. Zo, hé. Hey. Dat was ook echt flink aanpoten. Ja. Echt... En iedereen die hielp iedereen. Zo. En, dat was, vond ik wel heel leuk om daar mee te doen. Ja. Ja, teamwerk, echt fantastisch. Ja. Dit zijn de vragen. We kunnen gewoon lekker gaan doen en dan kijken wat werkt en wat niet. Ja. Even kijken. Ja, gewoon hele, hele mooie vraag als opstart. Hoe was jouw relatie met de natuur als kind?
Je zegt geen moeilijke vragen, maar... Oh, vind je het een moeilijke vraag? Nee, moet ik even over nadenken. Nee, ja, ik mag ben, hoor. Nou ja, ik woon op het platteland, dus ik zit eigenlijk al best wel veel buiten en in de natuur. Ik doe zelf ook paardrijden, voornamelijk springen. En dan ben je natuurlijk ook met dieren bezig en in de natuur. Dus ik ben eigenlijk altijd wel buiten geweest. Ik ben ook liever buiten dan binnen als ik ergens mee bezig ben. Natuurlijk, als je op school zit, zo ben je wel binnen. En ja. Als je aan het werk bent, zit je ook wel binnen. Maar ik vind het ook heel fijn om gewoon buiten te zijn. En ja. Vind ik wel heel erg leuk. Klimaat en zo, dat is ook altijd wel interessant om daar even bij stil te staan met zo'n project als C-Lab. Dan staan we daar ook wat meer bij stil, proberen we daar anders over na te denken. En dat vind ik ook wel erg mooi dat het kan. Ja. Op wat voor manier voel jij je onderdeel van de natuur? Ja. Ik kan me voorstellen als je aan het paardrijden bent of je bent buiten op de boerderij. Ja. Dan voel je vast helemaal, dan heb je een bepaald gevoel, denk ik. Het is toch een soort van vrijheid of zo. Als ik in de stad loop, dan is er eigenlijk altijd auto's en licht en bezigheid. Maar als ik dan buiten ben in de wind en nu ook op zee, dan is het toch een soort vrijheid, denk ik. Ja, te gek. Oh, hij valt uit. Nee. Ja, en maak je je zorgen om de toekomst van de natuur? Ja, dat wel. Op zich. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik, het komt misschien ook allemaal goed. Maar met die klimaatopwarming en er verandert natuurlijk wel heel veel in de natuur momenteel. En dat zijn niet allemaal positieve vooruitgangen. Dus het is wel goed dat mensen daar wel goed mee bezig zijn. En de eerste stap is dan wel dat iedereen er bewust van wordt dat wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zodat we ook uiteindelijk met z'n allen daar tot mooie oplossingen kunnen komen. Ja. Ja, het zal echt tof zijn als eigenlijk alle gezichten een beetje dezelfde kant op. Ja, precies. Want, niet dat iedereen ervoor wegdraait, zeg maar. Van, ik werk hier, ik heb hier niks mee te maken. Zeg maar eigenlijk kan ieder individu kan eigenlijk wel wat doen, zeg maar. Ja. En als iedereen zo denkt, dan kan er best wel veel moois gebeuren, denk ik. Ja, ik heb voor Nature Scanner heb ik aan een klein project gewerkt. Ja. Om het buitenwerken te stimuleren. En het zegt het eigenlijk al, ook om die grote bedrijven die eigenlijk al wel maar op kantoor zitten, om die meer naar buiten te krijgen. Eigenlijk is dit ook een soort van buitenwerken wat we doen. Hè? Op zo'n schip, zeker. Allerlei... Het is echt... ik ervaar dit... Aan de ene kant ervaar ik dit als een vakantie. Ja. Want je gaat echt dingen doen. Maar aan de andere kant, er wordt gewerkt. Iedereen moet presentaties maken. Iedereen wordt erbij gehouden om dingen te doen. Ik maak een film. Iedereen heeft zo wel zijn opdrachten hier. En het is eigenlijk gewoon toch een soort van school. Want iedereen is met de opleiding bezig. Maar het voelt eigenlijk ook gewoon als vakantie. Want je bent buiten, je bent wel bezig. Maar het is eigenlijk ook heel vrijblijvend. Ja. En het wordt wel verwacht van iedereen dat hij meedoet aan de opdrachten. En uiteindelijk ook gaat presenteren en ook gaat zeilen. Maar stel je voelt je even niet goed of zo, je kan je even terugtrekken en dan ga je later weer verder. Dat vind ik wel heel fijn. Dat had ik niet zo verwacht, zeg maar. Dat het zo vrijblijvend zou zijn en dat toch iedereen inzet toont, in principe. Ja, dat is gewoon echt fantastisch. Ik doe nogmaals deze groep waar we nu mee werken en waar we nu mee op pad gaan. Ja, dat is te gek, echt. Ik had eigenlijk echt niet verwacht dat het zo goed met elkaar zou gaan lopen. Want meestal zie je wel dat er toch groepjes ontstaan. Ja, wel een beetje, maar toch dat iedereen... Ja, zoals iedereen zegt, komt ook weer in die groepen. En er is niemand echt buiten. En dan zit iemand alleen. Dan vraagt de ander al van hoe is hij en is er wat aan de hand. Of iedereen wordt er best wel weer mooi bij betrokken, vind ik zelf. Ja. Iedereen zorgt ook echt voor elkaar. Ik zag gisteren ook een aantal voorbeelden van... van iemand die dan, die voelde zich toch niet zo lekker. En dan gaat er gelijk wel even iemand bij zitten of twee van joh, gaat het? En, vind ik wel heel mooi. Had ik eigenlijk niet zo verwacht toen ik hier zo zou opzetten. Ja, ik wist ook niet goed wat ik moest verwachten. Maar ik had er niet, zo'n fijne sfeer eigenlijk wat hier is, had ik niet zo verwacht. Nee, dat is echt, dus dit komt echt op als een verrassing. Ja. Tof. Ja, je zei, je maakt je zorgen om de toekomst van de natuur. Nou, dat is logisch, dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje nu. Toen,
heel wat jaren geleden. Ik kom ook van Ares College, wat toen nog Noordwin was hier in Leeuwarden. Ja, Eres. Eres. Ja, oh ja, Eres. Zie je, dat is echt nieuw voor mij. Ja. Toen was het een beetje in opkomst, ja. Maar het speelde nog niet echt helemaal. En nou zit je er echt vol in. Als je ook kijkt om je heen, zoals nu ook die climate goals waar we mee bezig zijn. Ja. Je ziet echt van, ja, er wordt echt van alles gedaan. Gaat er nou, kijk, daar gaat volgens mij iets. Is dat een zeehond of is een bruinvis? Waar zie je dat? Daar. Daar komt af en toe wat boven, zie je? Ja. Volgens mij is dat een bruinvis. Oh, vet. Ja. Je kunt me echt van alles wijs maken. Oh. ja, ik weet wel wat van hoor, maar ik weet niet precies hoe die relaties met elkaar zitten. Ik dacht dat gisteren wel te goed te zien in de, ja, in het Ecomare, want zijn we ook nog geweest. Ja, zijn we ook geweest. Dat was ook heel erg leuk. Ja. Ja, het zijn allemaal van die kleine dingen waardoor je echt bij de natuur wordt betrokken. Want ja, inderdaad, die dingen die je bij Ecomare zag, die hebben wij niet gezien hier op zee. Of ik hoor dat er een paar gingen krabben vissen. Ja. Zijn gaan krabben vissen bij de haven. Nou goed, op dat moment dan heb je even iets van, hé, hey, een krabbetje. Maar je zag in die bij Ecomare echt vitrines vol met allemaal soorten krabben die hier leven. En dat je denkt, oké. Dat is veel. Ja, maar toch wel heel erg mooi. Want ze hebben wel echt een... Nou ja, ik vind tenminste dat ze hier wel echt een goed programma hebben bedacht. Wel een vol programma. Je bent wel constant bezig. Ja. Maar toch is er ook nog wel een soort van vrijheid. Maar je kijkt ook wel naar heel veel verschillende dingen. Ja. Dus ja, dat maakt wel een compleet avontuur, vind ik. Ja. Echt fantastisch. Even kijken. wederom. Over die zorgen over natuur... wat zou jij hier aan willen doen? Ja, ik denk eerst vooral mensen bewust maken. Want direct een actie opzetten, zo, dat komt nog best wel veel bij kijken om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Maar ik denk dat stap 1 echt is om mensen bewust te maken van het feit dat de klimaatverandering is en wat dat precies doet. En nou ja, wij hebben dan bijvoorbeeld gisteren een project gedaan over de verwarming van het zeewater. Oh ja, ja. En nou, daar hebben we ook een klein korte presentatie over gedaan. Maar dan ga je er toch weer even anders naar kijken. Want je weet wel dat het er is. Maar nou, je komt toch wel meer bij kijken dan dat je eigenlijk misschien in de eerste instantie denkt. Ja. En als iedereen een beetje die kennis heeft en opdoet, dan denk ik dat er vanzelf goede oplossingen kunnen komen. Van verschillende acties en verschillende ondernemingen. Dan misschien nog wel gewoon komt. Ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen gewoon echt bewust worden van het feit dat er wel degelijk klimaatverandering is. Ja, dat er iets aan de hand is. Dat we er eigenlijk gewoon met z'n allen iets aan moeten doen, maar ook kunnen doen. Want, om terug te komen inderdaad op die presentaties. Dat moesten we inderdaad met drie groepjes doen. Hè. Eén had het over trekvogels. De ander had het over plastic. Ja. En jullie dan ook over het opwarmen van zeewater. Ja, en hebben we gewoon eigenlijk aan elkaar verteld. Iedereen die doet het anders. De ene deed het met PowerPoint, de ander deed het met op een papier, had hij een overzicht gemaakt. Maar dan vertel je gewoon van elk stukje, zeg maar, aan elkaar wat je hebt geleerd. En dan ga je het er ook over hebben van wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Dus nou ja, dat is wel heel erg leuk, vind ik zelf. Je kijkt er dan toch nog weer even anders naar. Ja. Op welke manier helpt Sierlab jou hierbij? Bij wat? Bij de... Iedereen die deelneemt aan Sierlab, die heeft een doel voor, voor deze week. En op welke manier helpt Sierlab jou daarbij om doel te halen? Of wat is jouw doel überhaupt? Ik ben bij Sierlab gekomen. Ik zag het eerst al in de mail van school voorbij komen. Maar toen was ik nog niet direct overtuigd van, nou, dit ga ik doen, zeg maar. En toen had ik later een gesprek met mijn coach en die zei van, ik denk dat het misschien ook wel wat voor jou is. Oh, leuk. Ook omdat ik, nu in het laatste jaar zit, ik moet straks keuzes maken en wat ik hierna wil doen, of ik verder wil leren of niet. En ik ben soms nog wel eens onzeker over de keuzes die ik maak. Ja. Dus ze zei, als je nou gewoon een week op avontuur gaat met nieuwe mensen leert kennen en ook je eigen kwaliteiten hier op zo'n schip toch weer opnieuw ontdekt. En
nou, dat dat best wel kan helpen bij de keuzes die je maakt. Om te weten wat je kan en hoe je dat nou ja, eigenlijk zelf een beetje aanpakt. Dus nou, ik denk dat dit vooral helpt ook om jezelf beter te leren kennen. En voor mij dan hoop ik dat ik na deze week nou ja, wel iets makkelijker keuzes kan maken. Dat ik iets meer op mezelf kan vertrouwen in de keuzes die ik maak. Ja, dat is wel een goed doel inderdaad. Ja. Ja, dus, ik snap het wel hoor. Het is misschien een beetje zweverig en groot misschien. Maar het is eigenlijk wel een beetje waar ik heen wil. En dat zou niet in 3, 4, 5 dagen lukken. Maar wel om daarin stappen te kunnen maken. Ja, maar het is wel, wel goed, goed om daarbij stil te staan. Want het is gewoon heel moeilijk. Ja. Omdat en er zijn zoveel dingen die je kan doen. En er zijn ook zoveel dingen leuk. Maar ja, om dan moet je daar wel keus maken. Ja. Nou ja, dit is eigenlijk het hele concept van C-Lab, hè? Ja. Echt hartstikke leuk, ja. Fantastisch. En inderdaad, ja, C-Lab. We hebben ook een aantal... Wist je nog gisteren dat we dat plantenonderzoek gingen doen? Daar waren jullie wel aardig fanatiek in. Dat is ook echt leuk. Ja, en je doet wel verschillende diepgangen ook, zeg maar. En nee, we waren dan bij dat natuurgebied bij, hoe heet het daar? Ekelmare. De Slufter. De Slufter. Op Texel. Ja, de Slufter op Texel, daar waren we geweest. En daar hadden we dus dat bodemonderzoek gedaan. En ook naar verschillende plekken op dat gebied. Om te kijken of er echt verschil tussen is. En met plantjes die er groeien. En daarna zijn we naar het water geweest. Hebben ook nog gekeken wat voor diertjes daar in dat water leefden. Dat was ook wel heel erg leuk. Maar dan kijk je er toch weer even anders naar. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Jullie hadden echt heel veel garnalen gevangen. Ja. Zo. Die hele bak zat vol. Ja. Allemaal garnalen. En ook nog wat visjes zaten ertussen. Ja. Dat zou je ook niet verwachten in die ondiepe slinkjes. Nee. Of hoe heet die? Geultjes. Ja. In dat stilstaande water. Nou ja, het stroomt wel iets. Maar het is ook best rustig water daar. Ja, het was echt wel wat verder in het gebied, zeg maar. Ja. Ja, en het was ook wel... was echt net een soort beekje of zo, hè? Zo'n riviertje. Het zag er ook weer heel interessant uit hoe je dan met zo'n net ging slepen. Ja. Al die... het is sowieso leuk om al die diertjes te ontdekken. En inderdaad, hadden die ook zo'n platvisje gevangen. Ja. Ja. Ja, ook zo'n heel kleintje, zo van een centimeter. Ach. En dat was ook wel grappig, want daarna gingen we naar Ekelmare en dan zag je die beesten echt in het groot. Ja, dat is groot. Die zijn super groot, echt wel 50 centimeter, denk ik. En daar was het echt echt nog geen centimeter breed. Ja. Dus dat was wel, dat vond ik ook wel heel grappig. Ja. Ja, dat is echt lachen. Zo. Ja. Ja. En gewoon iedere keer ook. Op het schip, 's avonds, is gewoon gezellig. Spelletjes, karaoke, hebben we ook gedaan. Dat vond ik ook wel een directe tweede avond. We zijn zondagavond gekomen en toen hebben we maandagochtend wat kennismakingsspellen gedaan. En dan kwam eigenlijk een beetje de grap van, dan gaan we karaoke doen. Want dat is hartstikke leuk. En eerst dacht ik van, is misschien dan geloven. Ja. Ik denk, ik weet niet of dat er wel van komt. Maar toen maandagavond hadden twee meiden hier, die hadden al de karaoke georganiseerd. En mensen konden zich opgeven met een liedje. En het was hartstikke leuk. En verder ook spelletjes 's avonds. En wel echt leuke sfeer. Ja, het verbaasde me echt hoe snel iedereen gewoon mee zat te zingen. En ook inderdaad, toen op het laatste moment kon iedereen alsnog even een liedje doen. Ja. Het is gewoon echt daar binnen. Het is gewoon ook een chaos, weet je? Ja. Gewoon een gezellige chaos. Je moet over elkaar heen schreeuwen. Ja. Er zijn ook wel weer rustige momenten. Ja, het is niet zeker. Dat het continu lawaai is en continu lachen. Want er wordt ook echt wel serieus gewerkt. Ja, zeker. En ook de opdrachten die we krijgen, daar moet je echt wel even goed voor zitten. En daar heb je ook best wel serieus en diepe gesprekken met elkaar. Terwijl je elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kent. Dus dat is ook wel weer een mooie kans. Ja. Mooie afwisseling ook. Ja. Zo weet je ook dat je echt goed met iedereen overweg kan. En ook gewoon inderdaad serieus aan de slag. En lol hebben. Want ik moet eerlijk bekennen, ik heb wel eens met klasgenoten en zo op iedere scholen. Dan heb je of heel veel lol met elkaar.
of je bent al door serieus aan de slag. Maar een goede afwisseling daarin heb ik nooit echt gehad. Dus ik kon me ook niet altijd echt optimaal concentreren. Nee, dat snap ik. Misschien ken je dat ook wel. Jawel. Maar nu op zich, op school heb ik wel een hele fijne klas. Maar ja, dan als ik dit met die klas zou doen, dan zou het toch wel weer anders zijn. Ja. Dan is het heel, ja, je kent elkaar natuurlijk wel beter. Dus je trekt ook binnen die klas, heb je wel echt meer vriendengroepen, zeg maar. Ja. En hier zijn het ook gewoon, nou ja, individuen wil ik niet zeggen, maar ben je toch wel alleen met elkaar, ja toch anders. Ja, ja, daar zat ik eigenlijk ook bij mezelf een beetje over na te denken, van hoe chill zou het zijn om dit met je klas of je schoolklas te doen. Ja. Maar dit is een week en ik denk ook, dat is de sfeer van deze week. Ja, als je, iedereen die kiest hiervoor, zeg maar. Dus iedereen die heeft ervoor gekozen en die wil ook inzet geven en tonen en doorzetten. En dat is toch wel een stukje omdat je er zelf voor hebt gekozen. Want als het een verplichting wordt, dan zijn er altijd mensen die gaan afhaken of die vinden het niet leuk. Of... Nee. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de rest van de groep. Mm-hmm. Want als er een paar tussen zitten en die vinden het helemaal niks, dan dat gaat toch wel mee. En als je dan ook weer twee enthousiasten, dan trekt het wel weer recht, maar toch... Als iedereen enthousiast is, dan is die sfeer natuurlijk wel het mooist. Klopt. Ja. En soms denk je ook wel eens van... Stel je voor, je zou dit iedere week doen of iedere maand of zo. Het zal een standaard ding worden. Dan denk ik ook wel weer dat dit... dan wordt het een gewoonte. En, dan komt er meer routine in. En dan, ik denk wel dat het leuk kan blijven. Ja. Als je steeds wel naar andere plekken gaat en andere dingen gaat ontdekken met elkaar. Mm-hmm. Nieuwe ervaringen. Ja. Of dit op een nieuwe manier ervaren en eigenlijk ook geen verwachtingen creëren. Nee, precies. Want ik denk dat het succes hiervan daar wel aan ligt. Van je gaat zonder verwachting, ga je erin, want je weet eigenlijk gewoon niet wat je kan verwachten. En valt het je ook op dat de zee toch iets rustiger is geworden? Kijk, je ziet ook wat minder golven. Ja, klopt. Dat zag ik net ook inderdaad. Ja. Toen wij vanochtend vertrokken naar richting Schelling, toen waren het echt hele hoge golven en het sloeg alle kanten op en iedereen zat onder het water. Ja, maar nu is het wel wat rustiger geworden. Ja. Nou, ik blijf het toch zeggen, deze hele ervaringen, dit hele zeilavontuur is te gek. Ja. Ik hoorde van toen ik eigenlijk 2 weken geleden nog hoorde van Jordan, wil je mee? Toen had ik echt een vol agenda. Ja. En toen dacht ik echt van, nou ja. Hoe ga je dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ik kan eigenlijk niet mee. En toen toen zei ik nog van, ja, sorry. Ik kan niet mee. Ik heb echt een hele, hele drukke week. En toen zat ik op de boot echt naar Vlieland, zat ik te malen van, ja, fuck it, ik ga mee. Weet je, dus ik had het ook echt letterlijk gezegd tegen Aukje van Claim Your Future, van, die belde mij. En die toen echt van, ja, ik heb mijn agenda leeggeschraapt. Ik heb alles schuiven de rest even een beetje op. Ik heb alles eruit geschoven, ik ga gewoon mee. En twee weken later zitten we hier. Ja, dat is wel grappig dat dat zo spontaan allemaal nog kan. Ja, ik kon ook kiezen, want eigenlijk gelijk daarna had ik contact met Gabrielle. Ja. Ik kreeg gelijk introductie, of eigenlijk al een beetje wat er tijdens de introductie is verteld. We gingen wat brainstormen over de video. Want ja, ik zit hier eigenlijk als deelnemer. Maar ook als videomaker. Dus, en eigenlijk is inderdaad mijn doel van dit avontuur is gewoon op een nieuwe manier film te maken. Ja. Want normaal maak ik film van alleen natuur. Of films en documentaires van alleen natuur. Ja. En nou heb ik de mogelijkheid om mensen in de natuur te filmen. En mensen te interviewen. Om dat tot één te maken. Ja, precies. En ja, ook mensen... dat is wel gaaf, denk ik. Maar dat is wel heel anders dan dat je alleen natuur hebt. Klopt. Nou, en hoe mooi is onze kustnatuur? Hoe mooi is de zee? Het is, het is echt een wereld op zich. Ook helemaal als je alle verhalen hoort. Dat was trouwens ook grappig, hè? Toen aan het begin, die eerste avond, volgens mij. Ja, toen gingen we bij... Sterke Jerken. Ja, Sterke Jerken gingen we kijken. Ja, daar zijn we ook nog geweest, inderdaad. Ja.
En toen kwam later die vrouw, die kwam een verhaal vertellen over, over die jutter. Wat was zijn naam ook weer? Pier of zo? Ja. Ja, hè? Nou ja, en, maar dat werd echt op zo'n zee, zo'n piratenverhaal vorm werd dat verteld. Weet je, echt hoe zeemannen en vrouwen die verhalen vertellen. Ja, het is toch wel inspirerend. Ja. Elk stukje wat je meemaakt. Ja. Ja, dat is echt een sterke, jerke verhaal. Nee, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ook hoe die man dat vol passie vertelt. En ja. Hij heeft daar echt voor geleefd. Hij leeft er nog steeds iedere dag voor. Dus. Ja. Ja, en ook hoe die dan die, al die vlotten bouwde. Ja. En het mislukte keer na keer, weet je, het zonk. Of, en ze zetten maar door. En uiteindelijk is het, zijn we wel heel veel mooie dingen gedaan. En is het ook nog wel goed gelukt ook nog. Ja. Ja, dat is wel echt... Is het je trouwens ook opgevallen dat het werk hier echt nooit stopt? Nee. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Ik bedoel, die vissers, weet je, landinwaarts heb je echt zo'n van 9 tot 5 mentaliteit. Ja. Maar hier, die vissers en die baggeraar die je toen zag, die was ook echt nog tot 7, 8 uur was hij nog aan het, aan het baggeren in de haven. Dat je denkt van, joh, het is ook gewoon een way of life, denk ik. Gewoon een slechte manier van leven. Ja. Het is gewoon een wereld op zich eigenlijk, op die boten en met varen en de havens. En... Ja. En gewoon... ik vind het echt een mooie manier van leven. Ja. Het is echt... Ja, zeker. Ja. Even kijken. Heb je nog iets om... We zitten op een half uur, dus dat is hartstikke mooi. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de tijd die ik vaak een beetje aanhoud, want dan... Er moet nog het een en ander uit. Wat zei je? Er moet nog het een en ander uit. Ja, dat komt, er wordt misschien nog wel eens wat... het liefst niet. Ik hou het liefst zo puur mogelijk. Ja, dat is we gaan op weg naar Terschelling. En, we gaan ons avontuur vervolgen. We gaan ons avontuur vervolgen. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Jij ook? Ja, heel erg veel zin in. Fantastisch. Echt heel erg leuk. Ja. Ik ga denk ik echt... Dat is eigenlijk wel jammer. Ik wil er eigenlijk nog niet aan denken. Maar meestal als je voorbij de helft van de week bent, dan ga je toch alweer een beetje van... vrijdag gaan we alweer naar huis. Weet je. Ik wil er eigenlijk nog niet over nadenken. En dan komt er weer een appje van iemand van... Hey, hoe laat ben je er vrijdag? En dan zeg je, ik wil daar nog niet over nadenken. Nee, ik zit nog gewoon in mijn ritme. Ik zie wel. Ja. Nou, hartstikke leuk. Er komt een mooie video, een mooie aftermovie uit... En heel veel mooie avonturen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En kom zelf ook de Wadden beleven. Want het is een uniek gebied. Ja, fantastische omgeving voor eigenlijk allerhande vogels, zoogdieren, planten. Unieke plek om te ontdekken. Ja, dus, zeker. Hele mooie wereld. Ja, fantastisch. Nou, tot later. Doei doei. Doei doei.